Ha, luisteraars, mooi dat wij jullie op een of andere manier toch weer kunnen bereiken. Want tijdens deze podcast, genaamd de derde helft, nemen wij jullie gedurende 45 minuten mee door het afgelopen Eredivisie weekend. Het laatste fluitsignaal van Feyenoord Vitesse heeft inmiddels geklonken, wat betekent dat het tijd is voor bier en bitterballen, dus de derde helft. Klimmetje warm hier aan. Hey, Klim! Hey! Ja, het is warm hier aan. Het is snikheet. Snikheet. Rustig. Ja, ik... Einde van 20 jaar studiosport. Snikheet. Ik ben Titus en zit hier met Tim, Gijs en Snijboon, mijn vaste gasten. Het is alweer de 10e aflevering van dit Eredivisie seizoen. Tim, hou jij het nog een beetje vol na 10 afleveringen? Is het alweer de 10e? Ja, na onze WK-editie. Ja, maar hij is een tijdje weg geweest, hè, Tim? En jij was op vakantie. Oh ja, dat is waar, ja. Nee, maar de tijd vliegt, hè, als je tegenover Snijboon zit. Dus het is alsof dit de tweede aflevering is. Hartstikke leuk. Vol energie. Ja? Ja hoor. Mooi om te horen. Want we hebben natuurlijk hiervoor dat WK gedaan. Dat duurde ook uiteindelijk 10 afleveringen. Nu de Eredivisie en fietsen we er zo nu en dan een Champions League aflevering doorheen. Dat is aankomende woensdag. Oh, Gijs, heb je daar zin in? Nou, de vorige keer dat we die Champions League aflevering hebben gedaan, heb ik 4 dagen moeten herstellen wegens slaapgebrek. Dus nee, ik kijk er niet echt naar uit eigenlijk. Oh, nou, dat klinkt iets minder positief. Zo positief hoor, die Gijs. Want Snijboon, wij romantiseren natuurlijk altijd onze geliefde Eredivisie, maar het is ook best wel leuk om aankomende woensdag weer eens te kijken buiten de landsgrenzen. Ja, eens even kijken wat de clubs met het grote geld doen en of we als Nederlandse clubs daar misschien nog wat verrassingen neer kunnen zetten. Ik ben benieuwd. Twee grote clubs waar ze tegen moeten, Ajax en PSV, hè? Ja. Nee, maar natuurlijk blijven we vandaag gewoon... Ja, ik wil gewoon dat zeggen. Het gaat toch lekker over vandaag de Eredivisie. Vandaag blijven we bij de Eredivisie. We hebben al een hele week bekervoetbal om onze oren gekregen. En maar natuurlijk een week geleden weer een hele mooie aflevering neergezet. Zijn er nog wat reacties opgekomen op onze social media kanalen? Twitter, Facebook, Instagram. Je zet hem weer heerlijk op, want uiteraard... Gijs, ja, hoogtepunt onze, hoor. Nee, onze scherpe meningen die ontlokken toch ook minstens... Woede. maar ook begrip. Minstens even scherpe reacties. Zo hebben we bijvoorbeeld iemand die heet Georgie Was The Best. Was waarschijnlijk fan van Good Old George Best. Die zeggen dat de jongens hebben voetbalkennis, maar het programma is zo slecht dat je blijft luisteren. Maar ik weet niet of dat een compliment is of ik snap niet. Deze ook niet. Snijboon, heb jij ooit iets zo slechts gezien dat je wel blijft kijken of luisteren? Ja, reality TV is dat dan een beetje. Ja, dat je gewoon erg... Ik noem bijvoorbeeld Owe Gerssen, weet je. Daar kan ik me zo over opwinden. Maar aan de ene kant ben je ook heel blij dat je niet die mensen bent. Dus waarschijnlijk is Georgie heel blij dat hij Snijboon niet is. Ja, dit is een beetje categorie de rijdende rechter, denk ik. En dan hebben we er nog één. Goed dat deze het nu zegt. Talentenlink. Mm-hmm. Ik vind het serieus wel leuk om naar te luisteren. Prima. Okay, maar in vredesnaam, lach niet zo hard om je eigen grappen. Gênant! Inhoudelijk was het prima. Oké. Okay. Dus ja, Titus, minder lachen, je hoort. Ja, nee, maar ik lach om jouw grap. Ik lach niet om mijn eigen grap. En misschien nog de laatste dan. Van op Twitter was deze. Van Thijs de Wilde. Nou, die vroeg zich af of Ed Koen Snijboon dusdanig bang is voor media-aandacht dat hij schuil gaat onder een pseudoniem, Snijboon. Nou, wie zegt dat het niet mijn echte achternaam is? Hey, en wat zegt hij daarna? Oh ja, hij zegt overigens een verdomd goede podcast voor 4 jongens die gepest werden op de middelbare school. Nou, daar heeft hij dan wel weer gelijk in. En daar heeft hij precies ook de reden waarom Snijboon schuil gaat onder een andere naam. Nee, dat was het eigenlijk. Maar hoe klink je als je klinkt als iemand die gepest is op de middelbare school? Ja, ik denk zoals wij, toch? Ja. De fijnste vertrouwen waarschijnlijk. Maar Snijboon, ben je gepest op de middelbare school? Alleen door Tim. Nee, maar Snijboon, eerlijk, wij hoorden nooit bij de coole gasten. Nee. Maar we waren ook niet de nerds, we zaten er een beetje tussen. Ja, maar dat zegt iedereen toch altijd? Oké, we werden gepest. maar jongens, we hebben het denk ik nog nooit zo lang niet over voetbal gehad. En volgens mij moeten we dat wel gaan doen, want daarvoor is de derde helft. Daarvoor is deze mooie podcast over de Eredivisie. Maar nee, podcast. Niks mooi. Podcast. Daarvoor is deze podcast. Het begint wel inmiddels een nare gewoonte te worden, maar de grens vlacht toch weer vroeg in deze derde helft voor buitenspel. En met buitenspel kijken wij nog steeds heel letterlijk wat er buiten het spel gebeurd is afgelopen week. En aan de hand van een aantal statements laten wij dan ons licht schijnen of dit terecht dan wel verschrikkelijk onterecht is. Groningen-speler Sergio Pat die had een aanvaring afgelopen week met de conducteur en moest een nachtje de cel in. Was dit terecht of onterecht? Snijboon?
Volgens mij, als ik de berichtgeving zo las, dan was dat wel terecht. Want Sergio Pat was vergeten in te checken, zo zei hij zelf. En die werd toen op heterdaad betrapt. En die heeft toen eerst heel hard geroepen tegen de conducteur: weet je wel wie ik ben en weet je wel wat ik allemaal doe? En vervolgens ballen heeft doorlaten, hij, waarschijnlijk, zei de conducteur. Onderaan zijn heeft hij ook nog een handgemeen gehad met een beveiliger die hem uit de trein wilde zetten. Het is zo ver gekomen dat de trein helemaal is stilgezet. Totdat Sergio door de politie uit de trein werd gehaald. Dus, jeetje. Terecht. Wat triestig. Wel. Ja, dit klinkt wel als vrij terecht. Hebben een stukje nog frustratie als je onderaan staat ook, hè? Dit is maar, wel, ja, en een stukje frustratie als je hele leven keeper bent. Ja, dat zeker, ja. Maar als we het over de gifbeker hebben in Groningen, dan was de bodem nog niet in zicht. Ja, daar komen we zo op terug, denk ik. Dat denk ik ook. Laten we, laten we dat nog even op zich wachten. Lazio Roma maakte een deel van het geld van de transfersom van Stefan de Vrij niet over naar de Feyenoorders, maar naar internetcriminelen. Feyenoord kan daardoor wellicht fluiten naar het laatste miljoen. Is dit terecht of onterecht, Tim? Ik weet niet hoe die internetcriminelen gehandeld hebben. Als zij heel erg creatief gehandeld hebben, dan vind ik het terecht. Het was een phishing mail. Ze hebben dus een mail naar het boekhoudingskantoor van Lazio Roma gestuurd met hey, jullie moeten nog betalen aan ons, dit is het rekeningnummer. Ja, en zij hebben dus gewoon 2 miljoen overgemaakt. Dat betekent dus dat voetbalclubs nu ook hackers gaan innemen om dit te voorkomen. FC Utrecht heeft al een weerman. Waar gaat het heen? Ja, het worden gewoon van weerman tot hacker. Je kan ook een hacker aannemen die transfersommen van andere clubs binnenhaalt. Ja, dat is misschien wel iets voor de Graafschap of zo dan. Nee, maar wacht even. Hey, rondom met die bel. Was het nou terecht of onterecht? Oké, mooi. Ja, goed, Het feit dat Feyenoord kan fluiten naar zijn geld omdat Lazio Roma slecht handelt, lijkt me vrij onterecht. Ja, lijkt mij ook. Hè? Mag ik kom met die bel? Oké, dan mag ik niet toch hem door bellen. Leuk. Gelukkig. Jongens, het volgende nieuwtje. Algemeen directeur Luc IJzinga wijdt het lege Heerenveenstadion aan de Netflix-generatie. Die Netflix-generatie die amusement tot zich nemen wanneer het hun uitkomt en dus niet zomaar meer een seizoenskaart kopen. Is dit terecht of onterecht, Gijs? Ja, hij maakt toch een grapje, of niet? Was het een serieus commentaar? Hij meende het serieus. Ja. Nee. Ja. Maar ik wist niet. Even schandalig, toch? Nee, maar het komt toch gewoon omdat die gasten die bakken helemaal geen kloten van dit seizoen? Ja, dat is jouw mening. Ik wist trouwens niet dat Netflix in Noord-Nederland gratis is, want bij Groningen is het ook leeg. Ja. Toch? Misschien hebben we duo abonnementen. Ja, een beetje Casa de Papel kijken daar. Nee, maar jongens, kunnen ze het slimmer doen en Netflix als sponsor nemen dan al je wedstrijden gewoon integraal op Netflix. En dan heb je toch nog allemaal kijken. Nee, maar jongens, we maken er nu een grap van. Maar, dit kan je ook niet serieus nemen. Nee, maar dus als jullie zeggen als Heerenveen en Groningen gewoon een stuk beter gaan voetballen, absoluut, zitten die stadions de komende jaren gewoon weer helemaal vol. Tuurlijk. Ja. Je zag het toch ook een paar jaar geleden. Toch wel een voor Netflix ziek te zijn dat we naar het stadion gaan. Het zal zeker meespelen dat voetbal op een hele goede manier te volgen is op tv. Met alle camera standpunt en beter dan als je in een stadion zit. Maar ik denk dat elke supporter van een club liever in een stadion zit waar het losgaat en waar zijn club mooi voetbal laat zien, dan dat hij zo'n wedstrijd via de tv meemaakt. Je wil alleen wedstrijden op tv zien, waardoor je denkt, ik moet naar dat stadion, hier moet je bij zijn. En dat is bij die clubs tegenwoordig niet het geval. Dus eigenlijk wel terecht dat die stadions. Ik ga hier geen mening over geven, want ik vind het echt een schandalig statement van die gozer. Ja, dus bij deze geef je een mening. Oké. Scherp, Titus. Technisch directeur Smulders van NAC is deze week op non-actief gezet. Algemeen directeur Justin Goetzee heeft zich solidair met het hiermee opgesteld en is ook vertrokken. Is dit terecht of onterecht, Tim? Ja, ik weet niet wat voor rol ze hebben gespeeld. Maar NAC gaat in één keer heel slecht en dan gaan ze weg. Dus hij was de man die verantwoordelijk was voor het technisch beleid, dus het spelersaankoopbeleid van NAC Breda. Okay. Is het terecht dat hij nu niet meer bij NAC Breda zit? Nee, vind ik onterecht, want ik vind niet dat je het na 7 wedstrijden al kan zeggen. Ja, sorry, ik vind dat een beetje raar. Maar als je naar die selectie kijkt, dan is het toch wel terecht dat degene die... Ik snap dat hij weg wil. Dat hij technisch directeur weg wil bij selectie als NAC. Maar ik vind het een beetje raar dat hij is ontslagen. Ja, non-actief. Toch, je zag vroeger altijd dat als een ploeg niet draaide, dat was de trainer de eerste die ontslagen werd. Maar het is nu een soort van trend dat supporters het ontslag eisen van de beleidsbepalers. Dus van technisch directeur en algemeen directeur, je ziet het bij Groningen, staan heel erg achter de trainer en de selectie, maar willen graag Hans Nijland weg hebben. Bij NAC zijn deze twee nu opgestapt / weggestuurd door de aandeelhouders. Ja, je ziet het sentiment steeds meer en meer dat de trainer is zo goed als het materiaal. En degene die het materiaal verzorgt, is dus kop van Jut als eerst. Maar dat is hoeft helemaal geen interessante ontwikkeling. Ja, ik vind dat helemaal geen slechte ontwikkeling. Ik vind het wel mooi om te zien bij Groningen hoe positief eigenlijk die supporters nog zijn. Terwijl je denk ik toch, als je jaren terugkijkt, dat ze allemaal trainers en spelersbussen stonden op te wachten. En
daar pisnijdig over waren. Maar Tim... Ja, maar dat is gelatenheid. Ja, maar precies. Dan is het al zo ver heen dat ze het proberen nog... Ja, het is een beetje gelatenheid. Ik kan me nog herinneren dat Feyenoord ooit met 10-0 op de kloten kreeg van PSV. En de week erna kregen ze een staande ovatie van het eigen publiek. Ja, dat kun je ook niet verklaren. Weet je, dat is gewoon... Het gaat zo slecht. Dat is het gewoon bijna van, medelijden. We zijn blij dat we nog leven, denk ik. Ja, maar in Groningen staan ze ook allemaal hun huis overeind te houden. Hè. Die hebben helemaal geen tijd om spelersbus op te wachten, joh. Oké. Dan weten we dat ook weer. En jongens, wij gaan naar de wedstrijden die gespeeld zijn. Dat zijn er zoals altijd 9. En we gaan beginnen bij de wedstrijd die niet heel lang geleden is afgefloten. En dat is Feyenoord tegen Vitesse. En ook deze thuiswedstrijd van Feyenoord leverde de Rotterdammers wederom 3 punten op. Het was ook weer Robin van Persie die in de laatste minuten de wedstrijd besliste. Feyenoord boog zo een 0-1 achterstand om naar een 2-1 overwinning. Geldt het alleen voor mij of heeft men Feyenoord voor het seizoen al afgeschreven terwijl ze toch wel prima op het spoor blijven? Op het spoor? In het spoor, denk ik. Denk je ding. Nee, ik heb ook een beetje het gevoel, jij bent dus niet de enige, dat iedereen zomaar makkelijk doet over Feyenoord. Van ja, die worden er toch niet, die gaan toch niet mee, maar ja... Ze blijven toch winnen, ja, al is het met moeite. Maar, ik denk ja. dat Feyenoord echt kan fluiten naar plek 1 en 2 en misschien wel plek 3. Ja? Maar, ja. Fluiten naar plek 3? Dat vind ik wel meteen een heftig niet fluiten, die jongens maar, die winnen wel uiteindelijk weet keer ik, maar, op keer. Nou ja, kijk, als ze winnen, als ze niet in vorm zijn, als dit gaat lopen dan en de wedstrijden iets makkelijker gewonnen worden. Want ik vind wel dat de uitslagen momenteel wel verbloemen dat het er niet heel goed aan toe gaat op het veld bij Feyenoord. Nee. Maar als het wel gaat lopen en ze blijven winnen, dan... kan je ze denk ik niet afschrijven. Maar het kan alleen gaan lopen bij Feyenoord. We hebben het al vaker over gehad. Als er creativiteit op het middenveld komt. En daarom is nu het enige positief is dat Jurgensen nu waarschijnlijk terugkomt. En dat Van Persie misschien op 10 kan spelen. Mm-hmm. Hij speelde vandaag al op 10, hè? Hij speelde vandaag op 10. Ja. Nou ja, je ziet meteen rendement. Maar voor de rest vind ik Feyenoord gewoon wel een beetje povertjes. Ja, niet echt onder de indruk. Maar misschien ben ik dat. Nou, je verwacht elke week dat ze wel die wedstrijd op de mat gooien... waarvan je weet dat hij in deze selectie zit. Maar even over deze wedstrijd, hoe was het vandaag dan? Nou ja, kijk, Vitesse is natuurlijk een gevaarlijke outsider... dus je kan niet vol gas gaan aanvallen tegen Vitesse... want dan loop je ook in het mes. Maar het was niet heel indrukwekkend. Sowieso de hele wedstrijd was niet heel indrukwekkend. Nee, het werd ontsierd door die godsgruwelijke blessure van Matafs. Hè? Dat blijft toch wel echt op je netvlies staan. Ja. Neem de luisteraar even mee in wat er gebeurde. Liever niet. Een voorzet, doen we toch. Een voorzet van de zijkant, een afdraaiende bal. En hij wilde samen met Erik Botteguin voor de bal gaan. En op een of andere manier landt hij helemaal verkeerd op zijn rechterbeen, als ik me niet vergis. Ja, en hij verdraait gewoon alles wat je kan verdraaien. Vanaf je enkel tot je knie. Dat zag er echt heel erg verschrikkelijk uit. En je zag ook hoe aangeslagen Vermeer was meteen. Was erg, ja, die liep er naartoe en riep meteen de verzorging erbij met wilde armgebaren. Terwijl de aanval nog doorging. Ja, het spel ging door. En Vermeer had al naar de zijlijn zo duidelijk gemaakt dat het echt mis was. Dat de verzorgers van Vitesse al het veld inrenden terwijl het spel nog bezig was. Omdat ze eigenlijk een soort van gewoon scheid hadden aan die wedstrijd en gewoon naar Matafs toe wilden. Wat is nu de diagnose? Volgens mij een onderbeenbreuk, zoals Slutsky zojuist vertelde. Maar het zag er echt... Als het alleen bij een onderbeenbreuk blijft... tongbreker, dan heeft hij geluk, denk ik. Zijn banden zagen er ook niet lekker uit. Oké, nou, dit is een beetje naar verhaal om te horen. Laten we anders gaan naar de man die met zijn arm in de lucht stond te zwaaien toen dit gebeurde. Kenneth Vermeer, die mocht eindelijk weer eens onder de lat staan omdat Bijlo geblesseerd was. Wat vonden we van Vermeer deze pot? Hij had in ieder geval één wereldredding op een halve omhaal van Bero, die Sloaak van Vitesse. Ja. Aardige speler trouwens. Maar ik vraag me nu dan toch af, heeft Van Bronckhorst, ja, opportunist als ik ben, hè, ik gooi hem even in de groep, heeft Van Bronckhorst niet... te snel voor Bijlo gekozen? Nou ja, ik snap sowieso al niet wat er de hele tijd met Van Bronckhorst en Vermeer aan de hand was. Want eigenlijk was het de hele tijd, het gaat dus Vermeer en een andere keeper, het wordt die andere keeper. Dat was nu met Bijlo weer. En hij zag er bij de 1-0 van Vitesse niet heel sterk uit, maar hij pakte zich goed en keepte voor de rest gewoon een goede wedstrijd. En ja, heel eerlijk, je kan mij niet vertellen dat Bijlo een betere keeper is dan Vermeer, eigenlijk op dit moment. Nee, ik snap het wel transferwaarde technisch, weet je, dat je een jonge er neerzet die nog uiteindelijk voor geld verkocht kan worden. Ja, maar speel je voor de punten of speel je voor de kassa? Maar daar gaat Van Bronckhorst toch niet, zo denkt Van Bronckhorst toch niet? Ja, maar dan zou ik denk ik voor Vermeer hebben gekozen achteraf. Maar hij heeft natuurlijk bij Brugge vorig jaar ook, zat hij er ook vaak naast, hè? Dus net niet een lekkere indruk gemaakt. Dan heb ik nog even tussendoor een vraag, Snijboon. Hoe vaak ben jij naar de kapper geweest en dan een week daarna dat je terugging om het weer helemaal te laten veranderen? Nou, je kent me al een tijdje. Je hebt niet veel haar meer.
is lang geleden. Nee, maar ik en de kapper hebben geen goede relatie. Ja, hij wacht niet eens het antwoord van Snijboord af. Ja, ja, ja. Ik wil gewoon een verhaal vertellen. Ik ben blij dat Sint Juste onze podcast luistert. Heel Feyenoord heeft onze podcast geluisterd. Snijboord die adviseerde Gio om Van Persie op 10 te zetten. Waarvan akte. En ja, ik heb eigenlijk onze vriend Sint Juste gekapitteld om zijn paarse kapsel. Hij is nu weer normaal verdediger. Met jou heel Nederland. En met mij heel Nederland. Dus ik was niet de enige. Dus, maar hij heeft onze podcast geluisterd. En is meteen naar de kapper gegaan. En zegt, ik ben een serieuze verdediger. Dus doe mij maar normaal haar. Ging hij er ook serieus door verdedigen? Ja, hij heeft geen gekke dingen gedaan volgens mij. Niet heel bewust op gelet. Maar ik ben vooral heel tevreden met zijn kapsel. Maar we hebben net de hele tijd over Vermeer gehad. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar die andere krokettenvanger. Ben ik blij dat je deze nog even erin gooit. Over wie hebben we het dan? Ja, over de keeper van Vitesse natuurlijk. Eduardo. We hebben het al eerder over hem gehad. De meest excentrieke doelman van de hele Eredivisie. Hè? Ja, op zijn minst. Ja. Hij pakte ooit een penalty tegen Engeland zonder handschoenen. Hij heeft het ene moment de mooiste redding die hij het hele jaar gaat zien. En het volgende moment valt hij over zijn eigen veters en kopt hij de bal zijn eigen goal in. Ja, nou ja. Ja, maar het was vandaag ook. Hij had echt een ongekende redding op een schot van Larsson. Die ik overigens wel een goal had gegund. Ja. Maar hij ranselde hem werkelijk waar eruit tegen de paal. En daarna bij die vrije trap van Van Persie. Ja, dan zullen de romantici onder ons, dat zijn we eigenlijk allemaal, maar zeggen wat een mooie vrije trap. Nee, die keeper die springt potverdikkie gewoon 3 meter naar links. Waardoor hij helemaal niet meer erbij kan. Van Persie schiet hem van 30 meter haast door op midden. Hoe kan die nou erin gaan? Hij is 35, die keeper. Ja, hij staat in de baksement. Dat maar is mag ik dan wel nog heel even die romantische kant benadrukken en wel zeggen dat Van Persie die bal wel schitterend op zijn pantoffel neemt? Nou, ik denk dat het ook wel weer aangeeft hoe belangrijk hij uiteindelijk voor deze ploeg is. En dan moeten we het direct ook hebben over des te dommer dat hij die kaart pakt. Precies, hè? Want hij pakte een rode kaart. Die enkel had hij ook heerlijk op zijn pantoffel. Ja. Eerst Bruns al. Hè? Ja, Thomas Bruns van Vitesse, die pakte eerst al een rode kaart door heel vies op de hakken van Klaasie te lopen. Echt een terechte rode kaart. En terwijl ze 2-1 voor staat, ik denk, kijk, hij noemde het zelf ook al een aanvallerstackle van Persie. En maar hij komt nu zelf over in de media en zegt dat hij in beroep gaat. En onzin en geen rode kaart. Super stom dat hij dat zegt, toch? Iedereen ziet toch dat het gewoon een grove overtreding is? Ja, ik vond dit wel eigenlijk een hele terechte rode dom. Kaart. Ja, in ieder geval rood. Precies. En als hij 3 wedstrijden geschorst wordt. Nou, dat gaat niet gebeuren. Dan zou hij de klassieker missen. Dat gebeurt niet. Dat gun ik hem ook absoluut niet. Dus ik hoop een wedstrijd maximaal. 2 met een of 1 en een wedstrijd voorwaardelijk. Maar een klassieker zonder Van Persie is geen klassieker, toch? Precies. En hoe erg gaat het voor dit Feyenoord zijn om Van Persie te moeten missen door een schorsing? Of kan het misschien ook wel weer wat leuke? Nou, nee, maar het komt nu net goed uit dat Jurgensen terug is. Dus ik zou dan lekker Larsson of Toornstra op 10 zetten. Eigenlijk Larsson, die heeft meer creativiteit. Ajoep? Niet Ajoep, maar erin? Ja, in ieder geval iemand met creativiteit. Ja. Dus maar geen het kan enigszins verbloemd worden door Jurgensen. Als met het elftal zonder Jurgensen Van Persie nu eruit zou gaan, dan zou Berghuis de enige zijn die nog iets zou kunnen creëren. Oké, tot zover Feyenoord tegen Vitesse. Dan gaan wij naar NAC PSV. En PSV heeft statistisch de beste seizoensstart in dit millennium. Maar dit was zeker niet de beste wedstrijd sinds 2000. Er werd moeizaam gewonnen van NAC dat afgelopen week nog uit de beker werd geknikkerd door RKC. Hoe valt dit te verklaren, jongens? Het drama van NAC of Eigenlijk dat PSV het toch zo lastig heeft tegen een NAC waar alle noodalarmpjes aan het ringelen zijn. Nou, nou. Je hebt per seizoen heb je 5 wedstrijden dat je niet op 100% speelt. Om wat voor reden dan ook. Misschien is het onderschatting van NAC. Maar kijk, een avondje NAC maakt ook altijd wat los, hè, bij die supporters. En die hebben dan net een dip gehad tegen RKC. Dus die hadden nu weer vol goede moed. Die hadden er weer 5 liter Bavaria in gegooid. Ik dus die wil hadden net een, zeggen. Die hadden er weer zin in. En dan kan het wel eens gebeuren dat je een stugge avond kent als PSV. Wat heet een stugge avond? Ja, ik vond er meer in zitten voor de Noad Advendo combinatie dan wat overigens de langste clubnaam is ter wereld. Wisten jullie dat? NAC? Noad Advendo. Oh, wat fijn. Nu krijgen we dat weetje dus niet. Hij heeft hem al verspeeld nu. Maar Tim, jij hebt vorige week wel voorspeld dat NAC hiervan PSV zou winnen. Nee. Gelijkspel. Gelijkspel. En had erin gezeten? Nee, sterker nog, het was gelijk geworden als die VAR niet weer uitgeschakeld stond. Wat was er nou weer aan de hand? Viergever die slaat die bal toch gewoon weg? Had hem klem. Oh. Ja, Viergever had hem klem en NAC krijgt geen penalty. Ik kom voor een multivokale bril. Nou, inderdaad, ja. Die scheidsrechter, wie was die scheids? René Vroeger. Nee, was het Hiegler of niet? Ja. Het was Hiegler. Vorig jaar uitgeroepen tot slechtste scheids van de Eredivisie. Terecht. Door Football International. En hij heeft het allemaal bevestigd. Ja, wie zat er dan in die VAR-car? Ik kom voor multivokale bril. René Vroeger zat er. René zat daar. Ja, maar dat is dus eigenlijk het raarste. Want dat Hiegler hem niet als handsbal ziet, dat kan.
Maar de VAR heeft dus niet tegen Hiegler gezegd dat hij het moment zelf moest beoordelen bij de camera. Dus de VAR heeft zelf, was zo overtuigd van het feit dat het geen handsbal is, dat ze het niet eens nodig vonden dat Hiegler ging kijken. Maar Hiegler zei, viergever houdt zijn hand langs zijn lichaam. En hij komt per ongeluk op zijn hand. Oké, prima. Maar die bal die was anders. Als hij niet op zijn arm was gekomen, was hij gewoon voor die spits geweest. Hè? Voor tevreden, volgens mij. Nou, die had hem gemist. Dus maak die had hem gemist. Nee, maar kijk, na de wedstrijd moet hij het opnemen voor de VAR. Want anders fluit hij volgende week bij Telstar. Dus die moet gewoon achter zijn baas gaan staan na die wedstrijd. Is dat zo? Kan je niet gewoon zeggen, als je die beelden ziet van ik zit ernaast, het is inderdaad Hens? Nee, want dat is het hele idee van die VAR. Dat we niet meer 3 keer per week zo'n scheidsrechter hebben die bij de camera staat en zegt, ja, maar met de VAR had ik het wel goed gezien. Oké, en als we naar dit PSV kijken, we hebben het net eigenlijk over Feyenoord gehad, waar we altijd weer gaan praten over hoe belangrijk Robin van Persie dan wel niet is. En bij PSV moeten we tegenwoordig het eigenlijk ook wel altijd hebben over Luc de Jong en hoe belangrijk hij voor het team aan het worden is. Vooral eigenlijk Angelinho, die linksback, die speelt natuurlijk nu tegen zijn oude club. We hebben het al vaker over hem gehad. Die heeft volgens mij nu 5 assists. Dit was een beetje gelukkig, omdat hij nog werd aangeraakt en voor de voeten van onze vriend Luc kwam. Maar wat een lekkere speler is dat, zeg. Die heeft zoveel drive. Ja. Echt een links. Dat is gewoon eigenlijk de linksbuiten die ik altijd wil. Hè? Met krijt aan de schoenen. Mm-hmm. Ongevraagd, hè? Ja, leuk. Een ongevraagde linksboot. Maar dit is een linksboot die het verdient om links te zijn. Ja, punt. Dan kunnen we het daarbij laten. Ja. Ga door. Nee, maar ik vrees dat het ook een kwestie van tijd is voordat backs met hun verkeerde been op links staan. Hè? Ik kan nog Fernand Anita herinneren bij het Nederlands elftal. En Daley Blind op rechtsback bij Groningen. Nee, maar even serieus. Dit is gewoon een jongen die langs de lijn dendert, die 6 goede voorzetten per wedstrijd geeft. En met een spits als Luc de Jong, dan is het gewoon 1 of 2 assists per wedstrijd. Dus hij eindigt op 50 assists straks. Dit is een linksback die alleen maar bij goede clubs kan voetballen. Want verdedigd is hij een stuk minder. Maar als je een aanvallende ploeg bent en je staat vooral op de helft van de tegenstander, kan dit is eigenlijk een hele onderbelichte aankoop geweest van PSV deze. Ik vind het een hele. Ik weet niet hoeveel hebben ze ervoor betaald? 50? Ja, nee. City wilde in het begin 10 miljoen. Dat vonden ze te gortig. En volgens mij inderdaad uiteindelijk op 1 miljoentje of 5. Nou ja, ik vind het een uitstekende aankoop. Dat haal je er wel uit, hoor. Er gaan van Spaanse subtoppen voorkomen die gewoon 20 miljoen ervoor neerlegt. Absoluut. Ja. Absoluut. Want ze hadden hier vorig jaar stond Kenneth Paul daar nog een tijdje. En onze vriend Brenet die naar Hoffenheim is gegaan. Ja. Dit is wel echt een klasse beter, hoor. Ja, dit is een stuk beter. 2 klassen beter. Leuk. Ik zat nu net na te denken over wat we zeiden over de instelling van PSV en je speelt sommige wedstrijden niet vol. Als je kijkt naar het wedstrijdschema wat ze de afgelopen weken hadden met wedstrijden tegen Barcelona, Ajax en dan tegen Inter deze week, dan snap ik dat wedstrijdje NAC ertussenin niet de wedstrijd is waar je het warmst van wordt. Ja, misschien is dat het wel. Maar aan de andere kant, als prof moet je toch kunnen opladen voor elke wedstrijd weer. Is natuurlijk hartstikke moeilijk, snap ik, maar vind ik op papier altijd de terechte uitspraak, maar ik snap wel ook wel dat het in de praktijk. Ik heb ook al moeite om op te laden voor zo'n avond als deze. Jongens, we hebben het net gehad over de selectie van NAC. Op papier moet je toch gewoon ook altijd kunnen winnen van dit NAC. Maar ze winnen toch? Ja, oké. Okay, ja. Dus dat doen ze. Maar, precies. Maar misschien zijn we zoveel van PSV gewend al dat we zelfs bij een 2-0 overwinning uit in Breda al kritisch zijn. En ik wil nog een hele kleine shout-out naar Steven Bergwijn, die in de allerlaatste minuut nog zo'n krachtsinspanning levert, dat hij 3 man uitspeelt met een sprint en dan ook nog eens goed voorgeeft op Donjel Malen, oud Ajax jeugdproduct. Prachtig. Ja, bewijst des te meer dat het tot nu toe zijn seizoen is. Oké, genoeg over PSV. Wij gaan door naar Fortuna Ajax. Fortuna maakt het PSV eerder dit seizoen eigenlijk ook al lastig. En nu ook de big spenders uit Amsterdam. Want die hadden het zeker niet makkelijk. Na de 0-1 van Dolberg ging de 1-1 eerder in de lucht. Het werd echter 0-2 door Ziyech. En dit was wat Lasse Schöne daarover zei. Nou, lekkere 3 punten. Dat was wat nodig was na zondag natuurlijk. En ik moet zeggen, bij Vagen deden we het prima. Maar ik vond ook dat wij, vooral de eerste helft, wel slordig waren in de eindfase. Waar we een paar keer wel goed gevaarlijk in de 16 kwamen. In de laatste pas was net niet goed. Ook Fortuna, denk ik, probeerde druk te zetten, probeerde te voetballen. En dat is wel, maar dat hou ik wel van. Vind ik wel mooi om te zien. Ja, want ik vind het eigenlijk wel interessant dat Schöne hier meteen wat lof geeft aan Fortuna. De kenners die schaarden Fortuna toch eigenlijk al in het rechterrijtje en rijp voor degradatie voordat het seizoen überhaupt begonnen was. Mm. Wat denken we daar nu over? Ondanks dat ze natuurlijk nu toch verliezen met 0-2 van Ajax. Er zit gewoon een heel goed systeem in die ploeg. Ze weten gewoon heel goed wat ze doen met die snelle jongens om die balvaste spits heen. Met middenvelders die proberen aan te sluiten. Dus het idee is er wel. Ze verliezen gewoon veel wedstrijden, denk ik, op persoonlijke duels. Ja, maar het is altijd voor die kleinere clubs zo makkelijk A, om je op te laden tegen Ajax en PSV en B, om te voetballen, omdat je gewoon veel ruimte krijgt. Zeker omdat Ajax en PSV naar voren stappen, dan heb je dus ruimte achter de verdediging voor snelheid. Deze ploegen krijgen het altijd heel moeilijk tegen
Of mede promovendi, of tegen ploegen die tussen plek 8 en 13 gaan spelen. Want die gaan niet zo aanvallen. En dan moet je dus kapot spelen. Ja. En daar gaan ze dus heel erg veel moeite mee hebben. Dus, het is lastig, maar ik denk niet dat ze heel veel hoger dan plek 14 zullen eindigen. Nou, plek 14 zou voor hun al zijn. Ja, prima. Maar Fortuna Sittard is natuurlijk wel een verneukratieve naam. Want je denkt, Fortuna uit, altijd makkelijk. Mm-hmm. Maar ze hebben gewoon echt best wel aardige spelers. Hè? Ik bedoel, Mark Diemers, die kon naar NAC, maar die is naar Fortuna gegaan. Ze hebben dat is een wereldspeler, dus als je naar NAC kon. Nee, maar die was vorige gast. Hij heeft vorig jaar gewoon echt een heerlijk seizoen gedraaid in die verschrikkelijke keukenkampioendivisie. En Fortuna heeft een Turkse eigenaar die hem wel wat te besteden heeft. Dus die hebben echt wel wat aardige jongens. Die Semedo, die geblesseerd uitviel, die kon naar West Bromwich Albion bijvoorbeeld. Hè? Dat is gewoon volgens mij is dat championship. En dat zijn gewoon hele aardige spelers, snap je? Dus, Maar die is toch niet voor het salaris gebleven, Tim? Het is leuk dat je die bij die Semedo stilstaat. Nee, hij is afgekend op een werkvergunning. Dat bedoel ik. Die Semedo, mijn broer die belde mij over die Semedo, dat hij me vond lijken op iemand. Op Michael Jackson? Er is geen hint die jou ontgaat. René Vroeger. Nee, maar jongens, kennen jullie... Er was begin jaren 2000 was dat volgens mij een nummer van een R&B-zanger... die in een wit pak salto's maakt over het strand en zingt over... over het ondergoed van de dames op het strand. De Thong Song van Cisco. Was dat met pam, die? Precies die. Heerlijk. Ja, mooi. Ja. Maar die? Die heeft dus dezelfde kapper als Lisandro Semedo. En ze kijken soms ook nog eens hetzelfde. Mijn broer stuurde mij twee foto's door. En die vond ik toch wel erg op elkaar lijken. Dus ik dacht, die neem ik deze week mee als een lookalike. Oh, inderdaad. Ik dacht dat jij gaat natuurlijk doelen op de lookalike. Kan je nog één keer uitleggen wat dat rubriekje precies is voor de nieuwe luisteraars, Snijboon? Nou, de lookalike is eentje die we elke week meenemen. Dat is als een speler of trainer of iemand die actief is in de eredivisie zo erg lijkt, ook al is het mijn verste verte, op een ander bekend iemand. Denk aan Ryan Colwijk en Roger uit American Dad. Dat is ongeveer het kader wat er is. En als iemand op iemand anders lijkt, dan nemen we die mee. Oké, top. Heel kort gezegd. Zo ook nu weer. En die kan je natuurlijk vinden op onze Instagram-account, Twitter en Facebook. Maar weer even terug naar die wedstrijd. Een gouden wissel voor Dolberg. Die scoort meteen bij zijn eerste balcontact. Moet hij binnenkort niet gewoon de basis staan? Ik denk dat hij uiteindelijk, als hij fit is, wel gewoon de eerste spits van Ajax is. Ik denk dat Huntelaar, toen hij in het begin naar Ajax kwam, was hij ook tweede spits. Daar was hij akkoord mee, dat hij als invaller Dolberg het moeilijk zou maken. Alleen Dolberg werd geblesseerd, raakte geblesseerd, kwam in een vormdip. Dus Huntelaar is eigenlijk eigen eerste spits geworden. Maar als Dolberg weer volledig fit is, je ziet toch weer klasse van hem afdruipen. Nou, hij oogt met de invalbeurt ook wel weer fitter. Eigenlijk. Fitter, ik vond hem nu ook weer goed invallen bij die goal. Loopt hij heel mooi zijwaarts vrij, zodat er ruimte ontstaat. En omdat de verdediging terugstapt, heft hij zelf eigenlijk het buitenspel op. Ja. Dus hij oogt weer wat frisser, ook weer deze keer dan de voorgaande keren. Ja. En een andere verandering in de opstelling, die kwam doordat Frenkie de Jong geblesseerd was. Uiteindelijk Karel Eiting die daarvoor in de plek kwam. Was dit een terechte keuze? Ik heb daar even over na zitten denken. Dus mag ik daar dan wat over zeggen? Nou, ik zet 5 minuten de microfoon uit, want het gaat lang duren. Ik ga naar wc, jongens. Dat zo. Ik vind dat Ajax een te eenzijdig middenveld heeft. Ze missen een speler als Vilena bij Feyenoord, of Hendricks bij PSV, of Mitchell bij AZ. Een mannetjesputter, een Eno, een Anita die ze vroeger wel hadden. En op het moment die hebben ze gewoon niet. Dus nu heb je dan voetballers. Je hebt niet één verdedigende middenvelder eigenlijk. Schöne is van nature een aanvallende middenvelder. Frenkie is een aanvallende middenvelder. Eiting is dan een centrale middenvelder, maar die is verdedigend vrij zwak. Dat is een mannetje van de Pases. Donny van de Beek aanvallend. Dus ze missen eigenlijk gewoon een verdedigende middenvelder, een breker. Zijn dat met me eens, jongens? Kunnen die ruilen van de middenvelder van Feyenoord? Die hebben namelijk veel te veel brekers. Die hebben Klaasie en Vilena en Toornstra. Maar is dat dan ook wat er misging tegen Fortuna? Dat het in die omschakeling, dat er gewoon niet één middenvelder dan is die alleen maar denkt dan, oh, wat als ze straks gaan omschakelen? Vind ik wel. Dan moet ik die aanvallen. Ik kan me herinneren dat Schöne die schotse ploeggenoten verrot, omdat er niet werd ingegrepen. Mm-hmm. En dan zie je voorin Tadic en Ziyech lopen, weet je wel, paradepaardjes, raspaardjes. Maar niet iemand die een keer een koek uitdeelt. Dus een Thomas Galasek. Nee, nou ja, dat is misschien... Ja, ik bedoelde meer eigenlijk een E-Jong Eno. Maar zijn je dat met me eens of niet? Want ik vind het gewoon niet echt in balans. Ik vind het interessante spelling. Ja, ik denk dat misschien wel het probleem is waardoor Ajax zoveel kansen weggeeft. Want laten we heel eerlijk zijn, er was maar één man of the match aan de kant van Ajax tegen Fortuna. En dat was een special one. Die special one, inderdaad, dat was André Onana, denk ik. Maar zeker, als Onana bij een uitwedstrijd in Sittard je man of the match is, dan moet je je toch wel achter de oren krabben over wat je 90 minuten hebt gedaan.
Ja, maar het klopt wat jij zegt, Gijs. Ajax mist gewoon een Feyenoorder op middenveld. Ja, maar dan moet je nog meer achter je oren krabben als je toch in de bus of in het vliegtuig naar München moet dinsdag. Want dat wordt wel een hele taaie zonder verdediging middenvelder. Dat wordt wel een probleempje. Mascherano was ook weer matig, hè? Ja, die leek al met zijn hoofd bij Ribéry, maar goed. Maar die André Vidigal en die Lamproe, dat waren twee wissels van Fortuna, die kwamen erin. Waren leuke vleugelflitsers die creëerden kansen en er gebeurde wat. Die zullen waarschijnlijk niet vanaf het begin kunnen spelen. Het zijn echt typische invallers, maar heel leuk. Ja, maar leuke spelers om erin te kunnen brengen als je iets moet forceren. Zeker. We gaan zien hoe dit gaat uitpakken tegen de Duitsers, tegen Bayern München. Aankomende woensdag als wij weer, omdat het Champions League is, een tweede aflevering van de week opnemen. Woensdagavond laat die bij jullie op donderdagochtend in de podcast store verschijnt. En wij gaan het hierbij laten voor deze wedstrijd. En wij gaan naar de wedstrijd waar wij elke week zo willekeurig om dobbelen met onze geliefde Dobbelsteen hier aan tafel. En dat is namelijk die wedstrijd van de week. De wedstrijd van de week. Niet de dagen van, niet het broodje van, maar de wedstrijd van de week. Zelfs niet de werknemer van, maar de wedstrijd van de week. Ja, en die wedstrijd van de week, dat was dit keer AZ tegen PEC Zwolle. AZ was 90 minuten lang de betere ploeg en kwamen twee keer op voorsprong. Net zo vaak lieten ze PEC langzij komen. Een late goal van de Zwollenaren zorgde voor een 2-2 gelijk spel. AZ leek sterker, maar deed daar weinig mee. Is dit een terecht of dan misschien wel heel onterecht gelijk spel? Ik kijk naar jou, Tim. Jawel, wel terecht. Ik vond het niet echt een leuke wedstrijd, heel eerlijk gezegd. Weer niet, hè? Het is een beetje terugkerend thema. We dobbelen slecht. Ja, we dobbelen echt heel slecht. Ja. Maar Tim? Nou ja, AZ, ja, die waren de eerste helft waren die wel iets beter. Ricardo van Rijn, die had volgens mij de meeste schoten op goal. Maar dan vooral naast de goal. Dus niet ze begonnen echt goed, ja. Nou, maar wat vind je van die van Rijn? Ik vond dat hij wel heel veel opeist in aanvallend opzicht. Dat ik dacht, is dit nou wel jouw rol? Nee, dat klopt wel. Hij had een paar keer inderdaad dat hij voor eigen succes ging, dat er iemand op links er beter voor stond. Bijvoorbeeld onze vriend Idrissi van AZ. Dat is een jongen die uit de jeugd van Feyenoord komt, is daar weggestuurd. Zou een moeilijke jongen zijn geweest. Ging toen naar Groningen. Ja, is daar eigenlijk ook te makkelijk weggegaan, vind ik. En die bloeit helemaal op bij AZ. Snijboom, wat ja, vond je ervan? Toen het ging over Ricardo van Rijn en dat hij zo vaak op goals schoot, dacht ik eraan. Dat is omdat Ricardo van Rijn is natuurlijk een rechtsback. En bij AZ mogen hij en Svensson eigenlijk de dienst uitmaken op rechts. Die spelen dus eigenlijk met z'n twee op die flanken, mogen dat zelf invullen. Uh-huh. Maar elke keer als Van Rijn bij de goal komt, staat hij daar als een rechtsback die maar één keer per wedstrijd bij die goal komt. Dus denkt, ah boeien, ik ben er nou toch, dan schiet ik maar op goal. Maar als je dat 7 keer in een helft doet, dan is het opeens heel raar. Maar elke actie die hij vooruit maakt. Maar heeft AZ geen andere rechtsbuiten dan die, hoe heet die, Svensson van zijn voornaam? Jonas of zo? Jonas Svensson, ja. Hij moet nu rechtsbuiten staan. Hij heeft totaal geen passeeractie. Een redelijke voorzet, maar hij moet er echt komen. Dus hij kan geen mannetje uitspelen, maar hebben ze niemand anders dan? Ja, ik denk dat Stengs ze heel kan erg daar spelen. Boadu kan daar spelen. Nou, nu niet waarschijnlijk. Nee, nu niet. Daar maar wel, maar heel slecht. Ja. Seuntjes kan daar eventueel spelen. Dat wil ik ook nog wel even. Onze vriend Johnson. Björn Johnson, die we ooit vergeleken met een standbeeld op Paaseiland. Ja, Björn Johnson. Kijk, dit zijn de wedstrijden dat hij kan laten zien. Weet je wel, ik ben de eerste spits. Ik ben gehaald voor, wat was het, 1,5 miljoen, 2 miljoen van ADO. Dan is een wedstrijd tegen PEC eigenlijk bij uitstek de gelegenheid om er één, misschien twee binnen te knikken. En hij wordt nu 5 minuten, 6 minuten na rust gewisseld voor Mats Seuntjes, wat gewoon een middenvelder is. Dat is echt misschien wel een motie van wantrouwen van de trainer. Maar had jij dan verwacht dat hij er wel 20 in zou schieten? Helemaal niet, maar het is alleen maar een kritische noot, want ik ben helemaal geen fan van Johnson. Ik heb ook gezegd dat hij niet gaat renderen. Maar hij vindt onze podcast ook niet helemaal. Nee, ja, maar ik ben hier niet om me gelijk te halen, maar ik vind alleen... Nee, ik ben hier eigenlijk wel om me gelijk te halen. Hé, maar jongens, schijnt het zonnetje weer een beetje in Zwolle? Oh, dat is een heel ander onderwerp. Ja. Hoe is het weer daar? Ja. Nee, maar het gaat iets beter. Het gaat iets beter, ja. Nou ja, ook, het houdt ook niet helemaal over. Volgens mij hebben ze... vorige week hadden ze de Champions League gewonnen bij Emmen. Hè? De eerste drie punten in tijden. Volgens mij hebben ze midweeks net met één doelpunt verschil gewonnen van een amateurploeg. Maar goed, wel door. En nu is een puntje in Alkmaar. Snijboom? Ja, ze kregen gewoon waar ze voor kwamen. Vanaf het begin al gewoon achteruit zakken. Alleen met een counter eruit met die snelle jongens. En ze hadden eigenlijk het eerste half uur niet heel veel in te brengen. Maar toen kwam voormalig bekend als betonnen rond, tegenwoordig kartonnen rond. die gaf de bal mee. Dus mogen niet te hard lachen, anders krijg je weer feedback. Shit,
Maar ja, leuk, nee. Leuke grap wel. Ja. Maar Van Duinen geeft hem mooi mee aan Van Krooi. Die maakt eigenlijk de eerste kans af die Zwolle krijgt. En AZ staat daar na die goal zo van... we hadden al 4-0 voor kunnen staan. Het is voor John van Schip en voor PEC Zwolle eigenlijk gewoon wachten op Younes Namli. Dat is echt by far de allerbeste speler die ze hebben. En hij is nog niet, het is nog niet zijn seizoen. Nee. Vorig seizoen blonk hij wel uit. En als hij gaat lopen, dan ga je zien, dan stromen die punten binnen. Ja, maar die gozer heeft net zo weinig rendement als wij. Vorig jaar niet, ja, dit jaar nu wel. Ik heb ook best veel rendement, hoor. Heeft hij vorig jaar wel... Gij, serieus. Genoa wilde 3,5 miljoen voor hem betalen. Ja, omdat hij lekker dribbelt, hè? Het is gewoon een hele leuke voetballer. Dat ben ik met je eens, maar ik heb nog nooit meer dan 5 doelpunten zien maken. Nou, dan kom ik volgende week met die statistieken van Younes Namli. De eindklassering af laten hangen van de vorm van Younes Namli lijkt me ook een zeer risicovolle business. Als het je beste speler is, niet. Ik ga jullie onderbreken. Deze discussie zetten we voort. We zijn nu lekker netjes bezig. Jongen. Want wij gaan door naar iets anders. En niet meer naar een wedstrijd, maar naar een... Nee. Oh shit, vergeet ik het weer. Ja. We moeten eerst nog dobbelen voor Absoluut. Een nieuwe pot. En gauw. Gijs, er is weinig bij. Maar wat? Als je dan scherp bent, ben je ook scherp. Weet je, jongens, we hebben allemaal op het programma staan voor volgende week. Veel, 9 wedstrijden. Pak er even bij. Zwolle tegen Excelsior, PSV, VVV, Graafschap, Heerenveen. Willem 2 Feyenoord. Nou, hup, gooien. Ajax, okay. AZ. Titus. Ajax, AZ. Ik ga Vitesse, eerst... Heracles. Ik ga eerst even schudden. Dat zodat iedereen weet dat we echt dobbelen. Een soort jatzee. En? Ik mag ook echt niet meer dobbelen, sorry. Wat is het? Hij ligt op het duel der promovendi. Nee. Ja. Niet meer. Oh. Ja, sorry. Nee, nou, jongens, ik kan er niks anders van maken. Ja, dan gaan we er weer lekker voor zitten, toch? Emmen Fortuna. Zondag om 12:15. Jongens, onderhand wel een beetje promovendi moe, maar we gaan er weer tegenaan. Precies. Dat betekent blijft de Eredivisie bij jou, en daar is alles mooi. Jongens, gaan we nu wel echt door. want, zoals altijd, neemt Tim weer voor ons een beetje mee wat wij niet willen weten. Tim heeft weer een weetje dat je niet wil weten. Oh, en Tim, dat weet je. Maar ben toch benieuwd, dus gooi het er maar uit. Ja, voordat die gozer weer 18 minuten het woord neemt, wil ik snel even een shout-out doen naar Oscar de Jonge. Die had namelijk gereageerd op onze Instagram-story. En hij vroeg zich af, welk liedje is ook alweer de weet je wat ik niet wil weten tune? Snijboon, weet jij wat origineel van dat liedje? Ik ben hem nu even kwijt. Maar hij kijkt wel weer uit naar de nieuwe aflevering, zegt hij. Dus dat is goed. Oscar, so ready or not, of niet? Nee, ik weet niet. Nee, dat komt niet vandaan, jongens. Nee, het is Oscar, we komen bij je terug. Nee, ik weet het wel. Maar wij maken natuurlijk alleen maar zelf geproduceerde liedjes. Absoluut. Dus maar lijkt hij op? Hij lijkt op Let Me Love You van Mario. Ah, oké. Dus dat is waar hij op lijkt. Maar natuurlijk is hij helemaal zelf ingespeeld. Maar wat ik me dan afvraag, wordt hij nou elke week echt langer, die jingle, of niet? Zo lijkt het wel. Hey, maar het weetje van Tim zeker wel. Ja, maar dus het is laten wel we snel ermee beginnen. Toch? Een heel lange intro voor een heel lang weetje. Kom maar door. Dit is een weetje waarbij de Ajaxiden even hun vingers in de oren moeten stoppen. Want dit is het weetje waarop PSV kampioen gaat worden dit jaar. Kom maar door. Ja, daar komen we. Pauke. PSV wordt kampioen omdat Mark van Bommel daar trainer is. En ik heb even mijn journalistieke onderzoek gedaan. Sinds 2000 zijn er 18 eredivisietitels verdeeld. Daarvan zijn 12 behaald door een trainer die aanvoerder is geweest van het Nederlands elftal. 12. Dus dat is 2/3. Dat zijn Frank de Boer, Koeman, Giovanni van Bronckhorst. Markie van Bommel is nu trainer, Philippe Cocu. En Erik Gerets was in 2000, die is aanvoerder van de Rode Duivels geweest. Dus we hebben aanvoerders van nationale elftallen, die zijn trainers. En waarom is dat? Een trainer is verantwoordelijk voor... over het algemeen over twee onderdelen. Ik zie Gijs gapen en iets anders doen. Het is toch echt waar ook. Nee, maar, blijf weer luister, bij de les. Dit is misschien nog heel even leuk om te zeggen... Ja, nu ben ik het kwijt. Nee, ja, nou, het is wat ik sowieso... Ja, een trainer is verantwoordelijk voor twee dingen. Het tactische aspect en ik denk ook het mentale gedeelte. En het mentale gedeelte is opladen van de spelers, motiveren. En ik denk dus dat toptrainer of topvoetballers als trainer daar beter in zijn dan bijvoorbeeld een Erik ten Hag. Nou heb ik nog een ander weetje, dat zit erbij. Oh, toch weer wat heel toevallig is, jongens. Giovanni van Bronckhorst is de opvolger van Koeman. Die zijn allebei 33 wedstrijden aanvoerder geweest van het Nederlands elftal. Mark van Bommel is de opvolger van Cocu. Ze zijn allebei 16 keer aanvoerder geweest van het Nederlands elftal. Dit is een beetje de conspiracy theorie. Jij hebt mij wakker geschud. Ik vind het serieus best leuk om te weten. En Erik ten Hag was de opvolger van Marcel Keizer. Die zijn allebei 0 wedstrijden. En kaal. En allebei kaal. Allebei kaal. En Frank de Boer die was 112 keer aanvoerder van het Nederlands elftal. Nou,
Tim. Maar jij bent dus van mening dat een goede voetballer automatisch een betere coach wordt. Maar daarom zijn die jongens ook zo snel hoofdtrainer, snap je? Ze gaan van de A1 in één keer naar een eerste ploeg. Dat was bij Frank de Boer zo, dat was bij Cocu zo. Die waren dan assistent bij Nederland. Van Bronckhorst volgens mij ook, toch? Of van niet? Bronckhorst was wel heel snel doorgeschoven, bijna zelfs van speler direct. Dus ik denk dat als jij topvoetballer bent geweest, dan word je kampioen in de Eredivisie. Dat is eigenlijk het weetje dat jullie niet willen weten. Nou ja, dus PSV, jongens, PSV gefeliciteerd. Zo, bij deze. Kunnen bij we zeggen, deze. Toch? Stukje matchfixing ook nog. Stukje matchfixing. Maar daar komen we trouwens pas later bij in deze uitzending. Tim, dankjewel voor dit weetje. Graag gedaan. Wij pakken hem door naar die overige wedstrijden die gespeeld zijn. En een van die wedstrijden is Excelsior tegen VVV. Dat werd 1-0. El Hamdoui maakte zijn lang verwachte debuut. Was dit het hoogtepunt of gebeurde er nog iets meer in deze wedstrijd, Tim? Nou, ik... Ja, ik, ja lekker. Lang niet gehoord, Tim. Ga steek van wal. De trainers... Nee, oké, daar komt-ie. De heerlijke solo van Omarsson. Ja, leuk. Heel even kort over deze wedstrijd. Het was een genie, een IJslander die daar nu bij Excelsior zit. En het hoogtepunt was dat Ralf Seuntjes, die ging in de achtervolging. Ja, dat is dus ook zacht, er ja. is hoop voor alle vijfde klassers en veteranen. Je kan nog in de Eredivisie mee. Want als je Ralf Seuntjes daar ziet lopen en uitgekapt ziet worden, dat lijkt wel op mijn oom. Hij is over de 70. Hij had echt een kast op zijn rug, hè, die Ralf. Dat was niet normaal. Hij werd alleen door de... Het was dat die boarding er was, hè? Anders was hij zo recht door het stadion uitgelopen. Wat een gedegen analyse over deze wedstrijd. Ja, maar verder was er niks aan. Doorgaan. Naar Heracles Emmen, dat werd 2-1. Heracles wint voor de vijfde keer op rij, waarvan vier keer in de Eredivisie. Wat is het geheim van de ploeg uit Almelo, Snijboon? Het geheim van de ploeg was te zien in het eerste half uur. Daarin speelden ze fantastisch voetbal, creëerden ze kans na kans. Maar vooral omdat ze geen rare dingen deden. En dat zei ook Wormoed na de wedstrijd. Die zei, na een half uur ging het fout omdat de spelers zichzelf beter gingen vinden dan dat ze daadwerkelijk zijn. Ze zochten te moeilijke oplossingen en zo goed zijn ze niet. Ik vind dat wel een reële trainer, hoor, trouwens. Ik begin steeds meer fan te worden wel, eigenlijk. Als je ook bekijkt wat hij voorspel daar laat zien met zijn ploeg. En dat hij ook nog eens zo realistisch naar het presteren van die ploeg kan kijken. En jongens, leuk. Christopher Peterson, waar gaat dat heen? Ja. Eindigt hij op 40 goals? Die staat nu in zijn eentje bovenaan de topscorerslijst. Hij heeft nu 8 uit 7, nu al meer dan zijn hele seizoen. Kan Heracles derde worden dit jaar? Ja, nee. Tuurlijk niet. Het kan wel. Nee, het kan niet. Oh, zijn de regels veranderd? Nee, maar dat slaat nergens op. Gijs? Nee, ik denk ook van niet. Ik ben het zelden met die gozer eens, die broer van me, maar dit is... Playoff plekje zit er wel in, hoor. Oké. Jongens, gaan we door. De Graafschap Willem II, dat werd 2-1 voor de Graafschap met een aantal rode kaarten. Maar we hebben het ook best wel vaak gehad over die voorhoede van Willem II, waar wij heel erg enthousiast over waren. Is die nou wel zo goed of hebben we die overschat? Ik kijk toch weer naar jou, Snijboon. Ik denk dat we die voorhoede wel een beetje overschat hebben. Er zit natuurlijk wel meer in, maar er zal ook wel een reden zijn dat die jongens allemaal Willem II voetballen en niet bij Real Madrid. Nou, Frans Sol heeft bij Real Madrid gespeeld natuurlijk. Maar niet meer. Heel leuk. Maar de rest van de wedstrijd, het was wel spektakel, hè? Waar was Aras Özbilis? Want dat is namelijk de beste voetballer, vind ik. Die was geblesseerd waarschijnlijk. Dat zou, ja, dit is heel zielig. Maar een spektakel, zit je te doelen op al het aluminium wat werd geraakt? De aluminium is denk ik het woord van de wedstrijd. Zo, ja. Maar ook rode kaarten te over. Absoluut. Een late goal, een vroege voorsprong. Alles zat wel in die wedstrijd eigenlijk. Maar goed, wel lekker voor de Graafschap weer eens drie puntjes, toch? Ja, Willem II, die hadden iets genomen. Want die hadden de eerste helft hadden ze een rode kaart. En de hele verdediging had geel. Dus dat is makkelijk. Ja, heel kort. Ik sprak met een vriend van mij, die is fan van de Graafschap. Daar zei ik tegen, wat vind je er nou van dat de trainer zei dat we een keukenkampioen divisieteam hebben? Toen zei hij, we hebben ook een keukenkampioen trainer. Ja, dat zei ik ook toen. Ja. Dan gaan wij naar FC Groningen tegen FC Utrecht. Dat werd 1-1. Groningen ging ondanks het gelijkspel van het veld onder daverend applaus. Hoe erg hadden de Noorderlingen dit succesje nodig, Gijs? Ja, dat is de meest open deur die je kan intrappen. Ja, en het succesje, ja, een puntje tegen FC Utrecht wat met 10 man stond, is een succesje. Maar het zegt natuurlijk alles dat gevierd werd alsof zij zich zojuist gekwalificeerd hadden voor... De WK-finale. Precies. Kan je nagaan. Dat die Danny heel... Buijs stond te juichen. Ja, het mooiste moment was natuurlijk het juichen van Danny Buijs. Maar het één na mooiste moment was de maker van het doelpunt, namelijk... Ahmed Mendes Morera, die is namelijk in de kielzog van Danny Buijs meegekomen vanaf de amateurs van Kozakken Boys. Okay. En die maakte zijn eerste doelpunt in de Eredivisie en dus het profvoetbal. Maar juichte die net zo hard als Danny Buijs? Nou, het scheelt niet veel. Maar ja, dat is natuurlijk wel lekker voor Danny. Weet je, hij heeft hem meegenomen, die jongen. En uitgerekend, hij maakt hem. Dus nou, we gunnen Danny Buijs wel, toch? Zeker. Absoluut. Nee, wacht even. Je fluitte iets te vroeg. Want het was namelijk weer een rode kaart in deze wedstrijd. Dus ik heb me echt mijn hoofd gebroken over het aantal rode kaarten dat deze speelronde zijn getrokken. En dat bleek dus, het record is gebroken, jongens.
7 rode kaarten in deze speelronde. Dat is het eredivisie-record aller tijden. Echt? Dus ik zat meteen te denken, ja, het is heel vaak het geval dat de VAR ingrijpt en in de oortje van de scheidsrechter fluistert, het is rood. Dus ja, ik dacht, even vergelijken met vorig seizoen. Vorig seizoen, 47 rode kaarten in 34 speelrondes. Daar gaan we. 1,31 gemiddeld per speelronde. Dit seizoen, hoeveel speelrondes zijn we bezig, Snijbel? 7. En hoeveel rode kaarten denken jullie dat we hebben? 20. Bijna 18. Dus dat is een gemiddelde van 2,57. Dat is 2 keer zoveel als vorig seizoen. Dus de VAR zorgt daadwerkelijk voor veel meer rode kaarten. Maar okay, dus, René. Maar er was dus, het was een lang verhaal en dan weet je wat ik niet wilde weten. De broers beginnen steeds meer op elkaar te lijken, ja. Titus. Maar nu fluit ik wel echt om door te gaan naar Heerenveen tegen ADO. Dat werd 1-1. De afgelopen jaren was dit toch een vaste 1 in de voorspelling. Is ADO sterk of is Heerenveen gewoon minder? Heerenveen is minder. Ja, ben ik het volledig met je eens. Ja, die trainer is gewoon minder. Ja. Dat is gewoon, ja, ik vind dat een beetje een grauwe... Die straalt heel weinig uit, hè? Het is geen keiharde dijenkletser, hij is geen komiek, hij is niet keihard. Nee, ja, ik ben er niet kapot van. Titus, ik zie dat je door wil, dus ja. Ik wil nog heel even heel kort 2 dingen aanstippen. Kayati niet met een goal, maar wel met een schitterende assist. Absoluut. Een dropkick met zijn binnenkant, hè? Schitterende assist. Tommy Beugelsdijk, die gaat een koptiebel aan en die smasht gewoon die bal weg. Schitterend, weer een gele kaart van Beugelsdijk. Dat was mijn hoogtepunt van die wedstrijd. 5e gele kaart dit seizoen, uit 6 wedstrijden, want hij is ook nog eentje geschorst geweest. Hij is heerlijk bezig. Tom Gijs heeft ook alles die statistieken van de gegeven. Dat is een gemiddelde Gijs van de... Ja, reken maar uit. Hoeveel gele kaarten denk je dat die gaat eindigen? Die gaat dubbele cijfers halen. Ja? Zeker. Ja, minstens. Natuurlijk, man. Oké. Okay. Hey, we hebben een paard hier. Jongens. Nee, het is de brommer van Geraldo Becker. dat was het voor de wedstrijden van deze week. Maar we naderen het einde van de aflevering. En zoals altijd peilen we wekelijks onze voorspellingen. Die eigenlijk altijd juist zijn en zo niet. Dan noemen wij dat. Vermoeden van Max Fitching. Moet wel zeggen, vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. Nou, en we hebben natuurlijk deze aflevering al heel veel gehad over scheidsrechters die het goed deden of wat minder deden. We hebben een paar keer René Vroger voorbij horen komen. Maar ik ben wel benieuwd, omdat ik jullie een aantal keer heb horen speculeren over scheidsrechters die wel eens worden teruggezet. Het gebeurt wel eens, ja. Als zij een belabberde prestatie hebben geleverd, dan worden zij door de KNVB op de billetjes getikt. En dan moeten ze ook een andere wedstrijd blijven. En dan moeten ze een week in de keukenkampioen. Maar is dat officieel of is dat het gebeurt wel opgeschreven? Ja, nee, dat is officieus. Officieus, ja. Maar een scheidsrechter die een grote fout maakt, kan zomaar het risico lopen dat hij met -3 af moet reizen naar Telstar. Okay. Ja, maar waarschijnlijk gaan ze nu dus de VAR terugplaatsen naar de keukenkampioen-divisie, toch? Want uiteindelijk is de VAR nu een soort van eindverantwoordelijk. Ja. Oké, okay, maar wat mij dus leuk lijkt om als voorspelling te doen, welke scheidsrechter denken jullie dat voor het eerst een keertje buiten de Eredivisie, dus in de keukenkampioen-divisie, moet fluiten na een wanprestatie? Ik ga mee met een van onze vaste luisteraars en iemand die ook gereageerd heeft op onze Instagram-account. Koen Schepens, die denkt namelijk, die vraagt of Baks de slechtste scheidsrechter in het betaald voetbal is. Dat is de man die vandaag de Graafschap Willem II floot. En ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Ik vond hem ook niet zo heel sterk ogen. Kan een momentopname zijn, maar ik denk dat hij dus als eerste Christian Baks naar de Jupiler League wordt geplaatst. Oké, okay. Snijboom? Ik denk dat wordt de man die nooit fluit. Bas Nijhuis, hij heeft ook zijn eigen feature in FIFA 19 tegenwoordig. Wat dan? Je kan spelen met de scheidsrechter die uitstaat. Nou, dat is net alsof Bas Nijhuis je wedstrijd fluit. Oh, dat is Bas. Ja, leuk. En ik denk dat dat dan komt omdat er een wedstrijd zich gaat voordoen waarin Bas Nijhuis meer dan 10 keer wordt teruggefloten door de VAR. En dat ze dan denken, joh, ga maar ergens anders fluiten. Zo, nou, dit is een hele specifieke voorspelling. Ik ben benieuwd. Misschien komen we hier nog later op terug dit Zeker seizoen. Niet. Tim? Ik zet mijn geld in op Jeroen Manschot. En waarom? Ja, die fluit dan niet meer. Nee, dat ik heb zo'n voorgevoel. Je gaat er voor de rest geen woord aan wil maken? Nee, dit is mijn Jomanda, zintuig. Oké. Okay. Jeroen Manschot. Het Jomanda zintuig. Oké. Okay. Wie is Jomanda? Nee, weet ik serieus niet. Haar zuster. Ja. Oh, die is zo van, heb je een zus? Nee, heb je een broer? Ja, dat is die vrouw. Ja, dat dacht ik al. Oké, okay, ja, okay. Jongens, ik fluit hierbij die derde helft af. Jammer. Oeh. Was mij weer een aflevering. Ik ben vooral heel benieuwd of wij komende week weer net zoveel
berichten krijgen op onze social media als afgelopen week. Misschien worden we weer... Geblackmailed gewoon, hè? Ja, wordt er weer gezegd over ons dat we een best leuke podcast maken voor vier jongens die gepest zijn op de middelbare school. Ja, jij nodigt mensen wel echt uit om ons te pesten online. Nou, ik weet het niet. Ik vind het zalig om dat allemaal te lezen. In ieder geval, laat een... jij wel. Laat een recensie achter op je podcast app of op iTunes. En volg ons vooral op Twitter en op Instagram en op Facebook of op een van die drie voor de nodige en onnodige achtergrondinformatie. Je kan ons vinden op Apple Podcast, App Stitcher, Podcast, maar vooral ook Spotify. Ga zo maar door. Dit was hem weer, dames en heren, jongens en meisjes. Tot woensdagavond, dan wel donderdagochtend.